Yo mensen, ik ben van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met mijn rewards. Yes! Weekend is nog niet begonnen. Het is op dit moment vrijdag dat ik het opneem. Maar weekend is natuurlijk nog niet begonnen, want het is een dag verlaat. Dat is op zich wel chill, want gisteren kon ik het eigenlijk niet open. En hier kan ik alsnog mee naar de weekend dit weekend. Yes! Maar het nadeel is wel dat ik nu niet live ben. Maar ja, normaal gesproken zou ik nu live gaan op vrijdag. Het is voor jullie gisteren. Maar de weekend is nog niet begonnen, dus ja, dat gaat dan lastig. We hebben Division Rivals rewards. We hebben Foot Champions rewards. Ik heb er zin in. Ik wil gewoon één spelen, als ik 2 en Suarez. Want Suarez is gewoon fucking goed. En als ik 2 en Suarez heb, dan ben ik gewoon heel blij. Dus ja. Dus ik een duimpje op deze video. Is het leuk? Ik vind de benen niet geabonneerd, dat kan hier beneden. Doe het dan zeker. En druk op dat belletje. En join hashtag Team Belletje voor leuke FIFA 19 en andere video's. Ja, wie wil dat dan niet? Ja, echt, wie wil dat niet? Laten we maar beginnen met de Division Rivals packs. Ik kan kiezen tussen 4 untradable packs, 2 tradables of 34k. Vorige keer ging ik voor deze, voor de coins, maar ik kreeg er geen coins uit. Ik kreeg legit er niks uit. Dus ik ga nu voor de 4 untradables. Ja, maar ja, misschien krijg je er wel 50k uit, maar je hebt niet zoveel meer aan 50k. Dat heb je gewoon best wel snel. Oké, we hebben nu 4 megapacks. Dat is wel lekker, Geer. 4 megapacks. Oh, we hebben nog meer. 7 packs. SBC e-sporting is hot. Oh mijn god, we krijgen 13 e-sport packs. Of e-sport kits. Huh? Nu is hij weg. Huh? Rip. E-sporting is zo hot dat het gewoon het hele packje weg is. Oh, meen je niet. Waar is het e-sport pack nou? Ah, hier. 13 kids. Nou, zou er wat leuks tussen zitten? Oh, Japanners. Lekker. Hier word ik er niet heel vrolijk van om hier te zijn. Team Likker, die is op zich wel nice. Nou, storen we allemaal in de clubje. Superleuk. Ga het contractpakket en dan kunnen we echt beginnen, mensen. Dan gaan we ervoor. En geef mij alsjeblieft die Suarez. Jongen, untradable. Maakt me geen reden uit. Ik ga die gast de rest van het jaar gebruiken als ik hem krijg. Kom op. Ah, geen walk in de eerste. Ja, dan weet je gewoon dat je genaaid bent. We krijgen ook geen borden. Oh, wat slecht. Wie is het? Die Davi. Hier word ik er echt helemaal niet vrolijk van. Je baal ook echt van als een stekker. Nou, doe me allemaal een clubje. Ja, nou heb ik niks aan. Allemaal weg. Wegwezen. Op rotten met die camera. Kom op. Volgende pack. Kom op. Walkout. Nee. Oh. Kom op nou. Wel borden. Oké. We zien een Martial. Is hij nog? Nee, niet meer in vorm. Oh. Slecht. Yep. Alex Telles. Nou, is niet slecht trouwens. Wel aardig spelletje. 84 rated. Is wel lekker. Ja, ik ga hem nooit gebruiken in mijn leven. Nou, misschien wel. Nee. Lekker. Kom op, nu een walkout. Komt dit voelen. Wat zijn deze untradable packs ook slecht? Borden. We krijgen wel borden. Oké, dat is lekker. Een goede speler, Spaans. Nou, dat kan eigenlijk al niks zijn. Nee, dan krijgen we Rodrigo. Oh, Rodrigo is ook wel goed hoor. Ook wel, op zich wel aardige kaartjes. Op zich wel aardige kaartjes, maar ja, het kan natuurlijk beter. En Langlais. Nou, hartstikke leuk. Nu in die laatste, nu heb ik 3 packs gehad die niet zo goed waren. En dan nu Suarez. Die in vorm, ja. Nee, weer geen walkout. Baal ik van. Ja, balen. En wel borden weer. Nou, geven we nu even wat leuks. Spaans. Ah, we krijgen alweer Rodrigo. Oh nee. De Aduriz, die echt elk jaar veel te hoog is. Nou, waarschijnlijk wel echt goed is, maar wel veel te hoog op FIFA. Dat je hem elk jaar krijgt in je, als er maar 84 of 83 nu. Ja, die ja. Oké. Deze specs waren teleurstellend, maar om heel eerlijk te zijn, het zijn letterlijk gratis, 4 gratis specs. Ik heb geen Division Rival potje gespeeld. Dus dan is het op zich wel lekker. Op zich wel gratis, weet je wel. Oké, gaan we nu door met de FUT Champions pakketten. Let's go, let's do this. Come on. Goud 1 zijn we geworden, helaas geen elite. 2 spelers, 2... 100k packs, 15.000 munten en 2.000 FIFA punten. We zijn dus gelijk weer geplaatst voor de volgende Weekend League. Laten we maar deze twee spelen. Alsjeblieft, geef me die Suarez. Kom op! Suarez, geef me die Suarez, geef me die Suarez. Oh, wel best wel hoge rated. En die Bellarabi is ook wel goed, maar... Oh, wel echt hoge rated. What the fuck? Nou, ik ga voor Bellarabi, want die is denk ik het best van deze. Geef me Suarez, alsjeblieft die heeft. Ik wil Tropic Love. Komt ie. No spec. Kom op, Suarez. Nee. Kan ik hem nou 2 keer kiezen? Dit is een glitch of zo. Wat is dit voor onzin? Wat een bullshit, man. Jezus. Als ik hem nou kies, wat dan? Dan ga je Anton nog gebruiken. Kijk wat er gebeurt als ik hem kies. Oh mijn god, nu moet ik hem discarden. Ja, dit was echt tactisch. Dit is echt dom dat ik ooit heb gedaan. Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit ook? Het is ook gewoon logisch. Wat een domme actie. Oké, kom op. 200 kapers. Kom op. Mensen, als je nog geen duimpje omhoog hebt gedaan, doe het dan nu. En ik heb gehoord als we nu allemaal een duimpje omhoog doen, dat ik dan een goede speler ga pakken. Dus draai je telefoon om, doe dat duimpje omhoog. Allemaal gelijk, ja, komt ie. Komt ie. Walkout. Dit is hem. Dit is hem. Geen walkout. Oh, klootzak. Oh. Wel borden, ja, de. Oh, in vorm. Wie krijgen we? Engels. Rechts mid. Oh nee, Sancho. 79 rated. Oh, hier word je toch helemaal niet goed van, Gerard. Wat een ongelofelijke zaadpack. Ja, 12k of zo. Nou, daar kan je dus echt helemaal niks mee. Nou, ik ga deze man wel even listen. Want elke coin die er meer voor krijgt dan de 700 is weer meegenomen. En ik heb bijna die miljoen. Dit is teleurstellend. Laat het daarop houden. Maar de volgende, dat wordt hem. Dit wordt hem. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Hierdoor kan ik meteen alle items kopen die ik wil. Want ik ga nu 34 Ronaldinho packen. Komt ie. Ik heb hem geopend. Kom maar met die walkout. Geen walkout. Oh mijn god, ik ben genaaid. Mensen, ik ben deze week echt genaaid. Oh, niet eens. Oh, fake hier. Ah, 85, oké. Niet heel slecht, maar. Ik heb geen idee. Is iets waar misschien? 5k of zo. Zal niet veel meer zijn. We krijgen ook Dembele. Oh, fake hier.
Ah ja, nou ja, die zou inderdaad 5k zijn, zoiets. Oh, 8k, oké, dat is wel lekker. Dat is op zich wel nice, maar niet echt waar ik natuurlijk op gehoopt had. Daar baal ik wel een klein beetje van, om eerlijk te zijn. En hier baal ik gewoon van. Jammer. Waren deze packs het waard? Niet echt. Dus binnenkort trouwens Black Friday, mensen. Wat heb ik daar zin in? Wat gaan er dan ongelooflijk vies veel packs geopend worden, zeg Gerard. Hoeveel kost die petit? Is hij al een beetje naar beneden, is de vraag. I want him. Right now. 1.030.000. Dat betekent dat ik 340k nodig heb. 340k. En dan kan ik de speler kopen die ik echt graag wil. Ik weet niet of ik het ga halen qua coins. Dat is een beetje het probleem. Oké, mensen. Een aantal informs verkocht. En een aantal spelers gediscard. Later heb ik meer dan 1 miljoen coins. En dat betekent dat ik eindelijk mijn boy Petit kan halen. Yes! Ja, of ik ga toch voor Blanc. Die bleek ook heel goed te zijn. 85 Blanc. Ah, maar die is echt heel duur, hè. 1 miljoen voor deze set, die van Petit. Nou, weet ik het wel. Ik wil een CDM, hè. Ik wil gewoon een blok achterin, wil ik. Hoeveel is 90 Petit eigenlijk? Oeh, 1.3. Oeh, hoe zijn die stats? Even kijken, ik zie ook nog wat dingen dat ik kan verkopen. Ik heb echt een hele volle club, dat ik alles maar in mijn club gestoord heb een tijdje. Ja, weet je, dan krijg je dat. Dit meen je niet. God, gloeiend dacht toch goed. Ah, dit meen je toch niet. Kijk, als ik hier ga kijken. Kijk, wat zijn de stats? Meer pace, meer shooting, meer passing, meer dribbling, meer... Ja, het is echt wel een betere versie, maar echt wel een klein beetje beter. Maar een echt stuk duurder. Laten we maar eerst deze petit kopen. En dan daarna gaan kijken hoe dat bevalt. En dan kan ik daarna eventueel nog upgrade naar die betere. Gerzo, oh, verkoop even. Nou, oké, dan ga ik ben jij iets waard? 11k, ik list wel voor 10. Ah, dan maak ik verlies op tags, hè. Ah, oh, teringdom. Oh, mijn god. Ja, maak verlies op tags. Goza, niet slim. 12 doet hij. Nou, verkoop ik hem voor 11. Koop hem voor 11. Jovic, de groeten. Het was gezellig. Maar het is tijd om afscheid van je te nemen, jongen. Wat is het laatste bot op jou? Ik kan hem niet vinden, dus discard ik hem gewoon. Heb ik dan genoeg? Yes, mensen, het gaat me lukken. Mijn eerste icon in FIFA 19. Lekker. T, daar ben je. Mijn maat. Petit. Ongelooflijk. Hoppa, meteen mijn team in, jongen. Oh, dit wordt mijn weekend league team, mensen. Kon toch weer aan. Je hebt echt goed gestreden. Ja, het is tijd van komen, tijd van gaan. Ik ga je trouwens wel bankje laten. Ik vind je altijd wel een goede inval. Zo. Hoppakee. Nee, je bent een CM. Zo, ik doe hem gewoon zo. Bam, daar staat hij. Petit. La 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 la. Iedereen had nog steeds full cam. Uiteraard, want dit is een Fransman. Helemaal chill. Anders trouwens ook. Nee, anders niet. Anders zou Griezmann geen full cam meer hebben. Maar nu natuurlijk iedereen full cam. Heerlijk. Smikkelen. Kan ik niet op een manier trouwens Suarez op full cam krijgen? Zit ik me nu af te vragen. Is dat niet mogelijk? Nee, dat kan niet, hè? Nee, voor mij niet. Oké, geef me even een CVN-kaartje. Wat ben ik blij met deze gast, jongen. Dat is echt niet normaal. Oh, dat was niet de kaartje wat ik zocht. CVM, let's go! En natuurlijk even een teamgeest-stelkaartje op zijn kop gooien. Een schaduwtje uiteraard. Pace en verdedigen erbij. Heerlijk. Is hij trouwens links of rechtsbenen? Dus linksbenen is ideaal. Oh, hij is ook nog linksbenen. Ho, workrate. Ik weet niet of ik daar heel blij mee ben. Hoeveel uithoudingsvermogen heb jij? 91. Oké, dat moet er wel goed komen. Heerlijk. Nu zin in. Ik ga nu een potje spelen. Division Rivals. En even kijken hoe fucking goed deze gast is. En waarschijnlijk speelt hij fucking slecht. Oh. Eerst even registreren voor de Weekend League. Anders vergeet ik dat natuurlijk weer. Ik heb nog 2k over. Ongekend. Let's go. Even een klein fitnesskaartje op mijn team gooien. Dat is wat chill in die mega packs. Die iedere keer die fitnesskaart krijgt. Dat is wel echt lekker. Ben ik echt blij mee. Let's do this. Wat is dit? Kan je tegenwoordig niet meer zien tegen wie je speelt? Oh, hij heeft dat ding. Iedereen zal wel deze kit hebben tegenwoordig. Daar word je natuurlijk echt helemaal niet goed van. Dit is zijn team. Easy. FC Droeftoeter. Nou, is dat geen Nederlander? Ja, natuurlijk is dat Nederlander. Fuck. Je moet wel een easy win zijn. Met Petit. En natuurlijk met... Oh, ik had ook Suarez kunnen kopen, denk ik nu. TNS Suarez had ik ook kunnen kopen. Nou, was dat beter geweest? Dat weet ik eigenlijk niet. Degend, want dan gaat mijn opstelling veranderen. En dan Griezmann naar de spits. En dan Rabiot eruit. Nee, Griezmann op cam. Ja. Oh, je kan nu eindelijk doen. Huh? Ja. Oh, je kan nu ook... Je hoeft niet naar... Ah, je kan nu ook eindelijk in dat scherm kan je verdedigend kiezen. Lekker. Oké, come on. Daar gaan we. Dan gaat Neymar gelijk, die gaat er doorheen. Rabiot, ik heb al een aantal dagen niet gespeeld. Dus ik ben best wel veel de nieuwe Call of Duty aan het spelen. Dat vind ik best wel lach op zich. Wil je nou die Call of Duty kopen in de PlayStation Store? Gaan ik wat goed punten dan. Scheids, pingel! Ik weet niet wat het is. Zeg maar, ik heb niet echt een trigger om Division Rival te spelen. Vaak. Maar Weekend League daarentegen vind ik echt fucking leuk. Ik geniet oprecht van het spelen van Weekend League. Oh, de kutpaas Petit. 1 miljoen coins die gast verkopen die handel. Jongens, waar gaat het ook? Griezmann, oh. Neymar, aannemen. Kansloos. Kom wel proberen te koppen, maar... Zie je ook niks meer op. Hey, Petit man, goza. Pak die vent aan. Pak aan. Lekker Petit. Ja, dat is dan jammer. Ik gok dat hij een klein beetje uit het spel staat. Ja. Kijk, ik denk van... Mbappé. Waarom? Mbappé, ren maar, jongen. Oh, er gaat wel een pan aan die vent. Oh, wat een slechte paas. Oh, Suarez, pak die bal. Suarez, boom! Ja, dit is echt niet normaal. Die vent, die Suarez, jongen. Dat slaat echt nergens op. Maar het is niet eens eerlijk eigenlijk. Het spijt me dat ik hiermee speel. Het is echt, ja. Ik weet niet wat het is, maar waarom maken ze niet gewoon een spits met een beetje leuk karakter? Maken ze zo goed. Maar het is dan Suarez. Maar kijk hoe die deze bal weer binnen schiet. Dat is nog niet normaal, jongen. Suarez, ongelooflijk vervelende gast. Maar ja, wel erg goed op FIFA. Wat gebeurt hier allemaal, jongen? Ja,
ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Ik hoop dat de weekend wat minder itchy verloopt. Oh, Petit zit je helemaal naast, jongen. Petit, terugkomen! Renners daar terug, je hebt hoog work rate. Oh nee. Oh nee, keeper. Ja, lekker. Lekker. Goretzka. Oh, wat een kut goal. Oh, het spijt me. Dit was echt een ongelooflijk vervelend, lelijk doelpunt. Sorry tegenstander, maar ja, ik neem hem wel lekker mee. Dat ga ik natuurlijk niet overliegen. Heerlijk doelpuntje. Zo, hoppa. Oh, mooi knietje. Mooi knietje. Zo in het dak van het doel. Wat een fantastisch schot van Goretzka. Ben ik even blij dat ik die erin heb gelaten, zeg. Goretzka, hè. Petit. Yes, man. Goed, Gerard. Zo, die wordt eruit gesprint? Huh? Dit was ook mijn sprint niet eens ingedrukt had. Dus je zult vast zeggen, Koen, waarom geef je godsnaam miljoenen dan aan een centrale verdediger, middenvelder? Waarom doe je dat? Nou, dat zijn echt mijn zwakste posities, daarom doe ik dat. Want de rest van mijn positie heb ik echt gewoon geen betere speler nodig. Ik heb nu een nieuwe spits die ik echt heel goed vind. Dan kan Griezmann, die ik ook fucking goed kan op cam. Nou, mijn links en rechts buiten zijn gewoon echt helemaal dikke. Ja, Neymar vind ik echt fucking goed. En Mbappé soms wel, soms niet. Maar ik had Goretzka achterin op het middenveld en Kondogbia. En dan is het best wel lekker als je dat kan upgraden. Nou, dit is een doelpunt. Ja, shit. 2-1. Wel een mooi goal. Mooi uitgespeeld. Toch een klein beetje uit het spel, dacht ik. Maar waarschijnlijk dus niet. Oh, Suarez, jongen. Kortsluiting. Kortsluiting bij Luis. Hij bijt hem. Geel. Hij bijt de scheids. Dit is heerlijk. Oh, dat was, zeg maar, mensen zeggen dat was een tramp. Ik vind dat echt prachtig uitgespeeld als dat aan was gekomen. Maar helaas, er zat een verdediger tussen. Nee, maar goed. Afleggen. Mbappé, scheidsie, hallo. Wat denken we er? Oh. Ah, goed doelpunt dit. Echt een goede goal. Lekker. Sorry. Spijt me. 2 vervelende, lelijke doelpunten gemaakt. Oh, geef ze me nu, zodat we straks in de weekend niet kunnen naaien. Ik voel het al. Al was dit natuurlijk wel een 100% penalty, maar dit is toch niet ideaal gekeept. Laten we het afhouden. Hey, langs de keeper. Goal. 4-1. Lekker. Langs de keeper lopen in 4 vind ik echt lekker. Vind ik gewoon echt lekker gevoel gewoon. Mensen, easy win. Echt, ik zweer je, dit wordt mijn Weekend League. Elite, dit wordt hem. Ik voel het. Misschien ga ik nog live op zondag met mijn laatste potjes Weekend League. Het zou echt lekker zijn. Als ik dan bijvoorbeeld, ja, dat zou ik zeggen, 23-0 ga. Zo, dan voor die 30-0 gaan. Dat zou lekker zijn natuurlijk. Maar ja, jullie zien dat vanzelf op mijn kanaal. Druk ervoor het belletje in. Heerlijke smikkelbelletje. Doe me wel goed dat zonder die vervelende goals ik ook voor zou staan. Oh, het is natuurlijk een hele andere wedstrijd erdoor. Oh jee, mijn camera is leeg, mensen. Hij is overhit, denk ik. Jullie zien mij niet meer. Oh no. Oké, mensen, ben ik weer. Hij was even overhit. Maar toch maar heel kort overhit. Waarschijnlijk valt hij straks weer uit. Maar in ieder geval, voor nu hebben jullie nog even beeld. Wegkoppen. Ah, lekker easy. Dit wordt een easy winnetje, mensen. Dan ben ik klaar voor de Weekend League. Met mijn allereerste icon. Yes. Zoals jullie zien, ik ben best blij dat ik een icon heb. Goed. Uitstekende overwinning. Lekker, mensen. Ik ben er blij mee. Team speelt goed. Klaar voor de Weekend League. Ik hoop je deze video leuk vond. Als je leuk vergeet me zeker niet te liken. Kan hier beneden. En ben je gewoon weer naar mijn kanaal. Doe dat ook zeker. Druk het belletje. Wil je meer van mensen zien? Kan hier of hier. Wil je mij abonneren? Dat kan. Klik dan op dat logootje hier. En zie ik je weer bij de volgende video. Dus lijkt het weer al in de volgende keer. En ik zeg doei. Later. Ah, valt hij weer uit. Nou ja, dat maakt toch niet uit. We zien nu een foto van Mark. Op het moment dat mijn beeld zwart is. Oké, doei.